Vanavond zit ik tegenover Nina Jurna. Welkom Nina. Dank je. Fijn dat je er bent. Ja. Gisteren aangekomen uit Brazilië, waar je woont. Ja. Jetlag? Tot nu toe gaat het goed. Dus okay. Als ik in slaap val, dan geef je me maar een trap. Dan geef ik je een trap. Ja. Oh, oké, dat is een goed advies. Bolsonaro is eigenlijk ook gekozen door die hele... De angstcultuur zo op te hypen. En hij had in zijn campagne, heeft hij al gezegd, van mensen moeten zichzelf kunnen bewapenen. Een politie, een goede politie, is pas een politie als hij mensen doodschiet. In Latijns-Amerika, mensen hebben altijd die sterke leider, willen ze. Een soort van messias. Ze zoeken een messias, een redder. Een redder, ik denk dat het ook de invloed toch van het katholicisme is in de regio. Ja. Je bent op zoek naar een redder die jou uit de shit haalt. Hè? En dat kan dan een Lula zijn, maar dat kan net zo goed een Bolsonaro zijn. Die dat dan ook helemaal andersom is. Maar links ook, of rechtsom, maar komt redden. Het is wel zo dat na iedere reis Venezuela ik terugkom in Brazilië en echt een week depressief ben van de situatie. Dat wel, van de algehele situatie. Dat grijpt je gewoon heel erg aan wat je daar ziet. En nou ja, ik ben ook in een kinderziekenhuis geweest met een jongetje van dat hij 12, 13 jaar die 15 kilo woog. Ja, dat grijpt je gewoon aan. Ik kan niet de wereld redden. Ik kan deze mensen niet redden. Het enige wat ik kan doen is dat ik dat meeneem als ik er ben. En dat ik erover schrijf. Dat mijn overgrootoma een Arawak-Indiaan is, inheems. Inheems. Inheems, ja. Ik ben daar echt trots op. En in Brazilië is het... Ja, mensen kijken erop neer en iedere keer ook als ik voor mijn werk naar bijvoorbeeld zo'n groepering toe ga. Ja, want jij bent daar geweest, bij die Wayapi-Indianen. Ik ben bij die Wayapi-Indianen geweest. En toen besefte ik ook, toen ik daar was, van jeetje, wat... ik denk dat wij ooit ook allemaal zo hebben geleefd, hè, als mensheid. We komen toch uit de natuur. En dan besef je ook hoe ver je daarvan verwijderd bent geraakt eigenlijk als mens. En dat het ook betekent dat wij zelf iets verliezen. Want wij, als je er bent, dan besef je dat. Dat je ooit zo ook... Ja, hè, dan denk je ook, waarom heb ik inderdaad al die kleren aan? Waarom heb ik een telefoon nodig? En die mensen zijn ook heel rustig. Dus het is een heel andere sfeer. Je bent geboren in een kinderthuis. Ja. In Nederland, in Renkum. Je bent geadopteerd. Verhuisd naar Overijssel. Maar je wist dus dat er biologische ouders moesten zijn. Wanneer moet je het verleden oprakelen en wanneer moet je dat laten rusten? Ik denk, als je het oprakelt, dan kan je niet meer terug. Hè? Als je één stap... Ik heb dat ook met mijn eigen zoektocht gehad. Op het moment dat ik de eerste stap had gedaan om mijn biologische moeder te gaan zoeken... Mm-hmm. Kon ik niet meer naar dat verleden waar het eigenlijk ondergesneeuwd en ook eigenlijk best wel veilig weggestopt zat. Herkende je meteen jezelf ook? Ja, direct. Ja, echt direct. Ja, direct. Zo klein en we lijken echt op elkaar. En ik weet ook dat ik toen Hoogkaterijnen had toen... het was toch de oude Hoogkaterijnen. Dus ik wilde de hele tijd in de etalages van de winkels kijken hoe wij er samen uitzagen. Want ik was daarnaar op zoek natuurlijk, hè? Iemand op wie ik leek. Ik ben echt wel erachter gekomen waar ik vandaan kom en waar ik dus ook voor een deel hoor. En dat heeft me heel veel rust gegeven. Je had een deel van het verhaal, het ontbrekende verhaal, had je ingevuld. Je had je moeder gevonden, je Surinaamse moeder, die woonde in Nederland. Je ging op zoek naar je vader, dat bleek een Palestijn te zijn die wel in Nederland woonde. Aanvankelijk niks van je wilde weten, dat niet het verhaal niet herkende. Nee, hij herkende het niet, wist het ook niet. Hè? Hij wist ook helemaal niet dat ik bestond. Dus het was voor hem ook, ik kwam ineens uit de lucht vallen eigenlijk. Ja. En toen heb je hem gevraagd een DNA-test te doen. Ja. En hoe toen verder? Nou, ik had een brief geschreven, hè? Dat vertelde ik je. Ik heb die brief puur uit mijn hart geschreven. En ik heb daarin geschreven dat ik het een mensenrecht vind om te weten waar je vandaan komt. Wat mooi. Dat heb ik erin geschreven. Hè? Dat is een recht van ieder mens om te weten. Ja, het was echt super spannend. Ik wist gewoon ook wanneer het moment ongeveer zou komen. En ik zat op Zumba-les. Ik was op Zumba-les. En ik was in de pauze even naar de wc gaan. Ik zag dat ze gemaild hadden. Van, oh shit. Nou ja, gewacht tot ik thuis was uiteindelijk. Maar... En toen was het 99,9% match. En ik voelde me echt, Janine, ik voelde me 20 kilo lichter. Het is dus ook geen zwart-wit verhaal in Latijns-Amerika. Het zijn grijs tinten. Letterlijk geen zwart-wit verhaal. Nee, want je bent ook aan de ene kant stam je af van een
plantagehouder. En je stamt af van een slavin bijvoorbeeld. Dus dat is ook... Je kunt het niet zo in hokjes... Dat geldt ook voor mij en dat geldt voor het continent. En een van die artsen die zegt ook van DNA is een onderdeel, maar het is niet wie je helemaal bent. Hè? Je hebt natuurlijk ook... Er zijn andere dingen die meetellen, die jou maken tot wie je bent. Ja, dat dit gebeurt, hè, zo'n carnavalsgroep. Maar er was laatst ook een protest dat Bolsonaro wil korten op het onderwijs. Waar miljoenen mensen zijn de straat op gegaan in het hele land. Maar er waren ook vrouwenbeweging, beweging van zwarte Brazilianen. Dus al die mensen die door zo'n president die ze maar altijd uitscheldt en ze marginaliseert eigenlijk. Die groep, voorheen allemaal kleine aparte groepjes, die begint zich te bundelen. Helder, daar drink ik op. Dankjewel voor een mooie avond, Nina. Graag gedaan, jij ook, dankjewel. Dit was Zomergasten in 5 minuten. Wil je ook andere afleveringen zien? Klik dan op de playlist en abonneer je op het kanaal van de VPRO om niks te missen.